Caribische landen bereiden zich voor op een cruciale rol tijdens COP16 om de regionale biodiversiteit te beschermen. COP is een afkorting voor Conference of the Parties of Conferentie van de Partijen. De regio wordt geconfronteerd met ernstige bedreigingen, waaronder verlies aan biodiversiteit, wat een grote uitdaging vormt voor wereldleiders en natuurbeschermers. Biodiversiteit is essentieel voor voedselzekerheid, klimaatadaptatie en economische ontwikkeling en is van vitaal belang voor een duurzame toekomst. Om dit te ondersteunen organiseerde CARICOM in september een workshop in Miami om Caribische onderhandelaars voor te bereiden op COP16. Tijdens de conferentie zullen landen hun nationale strategieën afstemmen op het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Deze draagt bij aan het behoud van de natuurlijke rijkdommen en versterkt de regionale weerbaarheid.